Adeline, dag 2 van de selectie. Is er verschil met dag 1? Nee, eigenlijk niet zozeer. Het zijn altijd hele leuke, goede talentjes. Ook mensen die misschien wat minder talent hebben, maar enorm veel doorzettingsvermogen hebben, die zie je ook. Mensen met heel veel talent die iets minder hun best doen, die zie je ook. Dus ja. Is er iets wat je opvalt wat bij heel veel ruiters hetzelfde is? Nou, eigenlijk weer een beetje hetzelfde als gisteren. Dat ze toch heel gauw een beetje geneigd zijn om die ademhaling omhoog te brengen en die schouders vast te zetten. En daardoor het gewicht omhoog. In plaats van om een paard heen te zitten en echt die beweging netjes te kunnen voelen. Maar ik hoop dat ze nou heel veel tips hebben opgedaan hier bij de fysieke training. En dat ze nou denken, oké, zo kan ik mijn gewicht laag houden. En dan komt de rijerij ook weer te goede. Is het nu moeilijk om hier een selectie uit te maken? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, eigenlijk bij de rijerij hebben we een aantal punten waar we op letten natuurlijk. We zitten daar met z'n drieën. Ik zit er niet alleen. Sjaak zit er ook en Lambert zit er ook. En links en rechts geef ik wat aanwijzingen. En dan kijk ik natuurlijk ook hoe ze met die aanwijzingen omgaan. Als ze dat snel oppikken en verbeteren. Als ze trainbaar zijn, een beetje coachbaar zijn. En hier hebben ze natuurlijk heel veel verschillende onderdeeltjes. Dus we hebben zoveel verschillende cijfertjes van ze. En aan de hand daarvan maken we het gemiddelde. En dan bekijken we inderdaad hoe dat zeg maar de beste 8 en de beste 2 van de jeugd eruit komen. Nou, ben jij zelf een heel actief persoon. Hoe is het voor jou om 2 dagen op een stoeltje te zitten? Oh, rampzalig. Ik ben hier ook niet voor niks nu hier. En een beetje rondspringen en zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel nog steeds bezig. Want ja, ik ben echt volle focus natuurlijk op al die combinaties. Maar minder actief. En gisteravond heb je nog even een paar paarden gereden toen thuis kwam. Ja, moest ook even gebeuren, hè? Ja, maar goed, dat hoort er ook bij. Dat is ook wel lekker. Dankjewel. Heel veel succes voor de halve finale. Dankjewel.